Ja? Ja, ik heb hem al aanstaan zelfs. Oké. Deze camera is wel chill, zo. Nee, ik heb hem al gelegen. Hij is nogal wazig. Ja? Daar ben je uitzoomen. Uitzoomen en even laten. Yes. Heb je 3D aanstaan of zo? Zo beter? Wel iets, ja. Met Sylveon en? Helioptaal. Hier loopt hij. Ik kan eerst eens aanvallen kijken, wat is dit? Ah, Froakie kan hem al aan. Dus we weten nu officieel dat hij ook waterfrozen kan, op zijn minst. Ja. En een Pikachu niet tegen waterpokémon kan. Wat zit er allemaal nog meer in het gras? Een paar pokémon, ik weet niet welke. Doe er nog eentje en dan ga ik verder. Alleen met nog een Pikachu, dus nee, die hoef ik niet. Er komt zo meteen nog een trainergevecht dan. Ja, maar ik was benieuwd welke. Ja, ik krijg ook geen levels. Nee. Dat is jammer. Zat er wel aan te komen. Go, go, TBI. Skitto! Chill! Whee! Kan je in het gras? Nee, je kan niet in het gras. Jij, vechten. Oh, je kan, als je beneden klikt, kan je Pokémon een meme spelen. Ja, dat doe ik zo wel. Uh-oh. En daar is mijn starter. Ik neem ook Chespin. Ja? Huh? Ik ga ook Chespin nemen. Team Chespin. We hebben 25 Chespin tegen level 30 Froakie. Switches naar Helioptaal. Ja, ik doe Helioptaal wel. Ja, switches naar. Want Sylveon is voor de laatste Pokémon, zet de laatste zijn gap uit. Ja. Ik kon niet eens aanvallen kijken, dus ik weet niet eens dat hij kan. Waarschijnlijk kan hij wel iets van Flamethrower. Charge. Ja, maar het is een gras-Pokémon. Nee, dat doe je Thundershock. Verkeerde aanval. Nee, hij is lager level, we hebben nog een kans. Ja. Hij heeft rollout, dan gaan we eraan. Parabolic Charge. Stuk beter. Critical hit. En heal. Critical hit heeft een goed moment. Ja, oké, nou ben ik boos. Nou kijk hier gewoon een keer twee terug. Hier voor je. Zesde generatie Pokémon, ik kies jou. Sylveon, bitch of the special defense. Go! Ja, is dat bekend dat hij voor special defense is? Ja. Oké. Okay. Ja. Het was in ieder geval geen special attack, dit bal twee keer. Want je hebt je alleen maar fairy wind ofzo, ik heb je attacks niet gezien. Nee, dat is tenminste de enige fairy aanval. Er zijn nog wel andere aanvallen. Welke heb je dan nog meer? Minder goede. Quick attack ofzo? Ja, quick attack, tail whip, nog iets normal. Dus drie normale aanvallen. Tackle waarschijnlijk. Ja, zo kunnen. Maar is er hier iemand met een Fennekin? Ja. Ja.
just broke it, go. Dat is niet zo moeilijk. Wellekin is ook maar level 20, terwijl jij 30 bent. Ja. Ik had al lang bijna die ninja moeten zijn. Oh nee, wacht, dat weten we nog niet. Er bestaat geen ninja. We moeten gewoon die gozer vinden die al bij heeft gespeeld en vragen of het echt gelukt. Ik ga niet tegen iedereen vechten. Litleo. Litleo. Kan je hem vangen? Volgens mij wel. Wat? Nee, critical hit. Vindt er nog eentje. Oké, okay, Meryl, hier komen. Ik wil daar net binnen. Geef me. Ja, ik loop hier gewoon overal een beetje. Nou. Pokémon nog niet. Kan. Oké. Okay. Ja, nee, kunnen we het? Nee, kan niet. Er loopt een fledgling rond. Nee, we gaan naar Sycamore. Try and catch something. Nog niet. Heel zoveel Pokémon vangen. Maar je wint in de bloemen. Ja, maar dat is deel van het gras. Ah. Een nieuwe fairy type. Echt waar? Volgens mij wel. Nou, ik heb niet goed opgelet. Catch it. Ik weet niet eens zeker. Gebruik Quick Attack. Oh ja. Yeah. Waar? Hier, hè? Kijk, we zijn ziet er in ieder geval mooi uit zo. Ja, zeker. Mooi nieuw menu. Ah, tijd is om. Nou is jouw beurt, dan ga jij Pokémon vangen tegen Sycamore. Oh, grote maat is tegen Sycamore. Schijnbaar. Oh, we krijgen Mewtwo. We gaan dat mega evolution gaan doen. Maar ik denk dat het wel een uurtje is. En dan zal het hopelijk het rustig zijn. Ik zie mensen weglopen. Jij hierna nog? Ja, ik ga hierna nog. Ja, dan ga jij Pokémon vangen. Ja. Do not mega evolve, do not mega evolve, do not nee, mega evolve. Nog niet? Nee, gewoon Thunderbolt. Nee, 6. Ah, je moet hem doen, je moet een mega evolution doen. Ik klikte er niet eens op. Fijn. Zijstrijk. Heb je trouwens de nieuwe animatie van Thunder al gezien? Nee. Er zit natuurlijk heel veel nieuwe animatie, maar Thunder ziet er echt geweldig uit. Ja, cool. Maar ik kan niet, dat ik alleen het aan mijn bot. Nou, Mewtwo slaat ze een beetje af. Maar natuurlijk, het is een goddamn legendary. En mega hype, lol. This is... Dat is oké. Why Psy Strike en not Thunderbolt? Omdat Thunderbolt niet super effectief is. Psy Strike is sterker. Waar? Omdat Thunderbolt super effectief was. Het is een draak. En vlieg. Ja, wel super effectief op vlieg, maar weinig op draak. Dus in totaal is normaal. Ja. Is dit een draak elektriciteit? Ja. Proof it. Volgens mij is het een demo van dit. Dat is volgens mij I, dit is volgens mij X. Wij zijn allemaal X. Dit zou okay. Allemaal X. Ja, dat was niet zo moeilijk. Is voor wie de nieuwe hoofdstraat? Ja. Ik heb Justin. Ik ga het even doen. Ik heb nog een paarse kant. Zilver. Ja, die. Welke is het geluid?
achteruit moet zitten. Nee, je hoort het toch niet zo goed. Nee, hij staat op hard. Ja.